2015 een bevolkingsonderzoek over darmkanker. En van de hele bevolking van 50 jaar en ouder. Voilà. Gaan we screenen en ja, wij vragen ons af, zijn de mensen daar klaar voor? Hè? Dat bevolkingsonderzoek komt er, die testjes die worden naar de mensen thuis opgestuurd. Mm-hmm. Wie gaat er aan meedoen als ze niet weten? Ja. Ik vrees dat dat zoals bij heel veel preventieve onderzoeken zijn, dat je vooral een middenklasgroep gaat bereiken. Mensen die eigenlijk al een beetje bewust zijn van het belang van preventief onderzoek. De borstkankerscreening is dat ook zo, dat is gratis. Mensen krijgen thuis een brief om zich laten screenen. En wat blijkt? Dat mensen die hoger opgeleid zijn en die, ja, die goed geïnformeerd zijn, dat je die bereikt. Maar dat mensen uit de lagere sociale klasse dat veel moeilijker is. Dus zijn mensen er klaar voor? Ik denk de middenklasgroep wel. Want ja, je ziet dat nu al, hè, allerlei informatie. Ja. Van het proefproject, ik ben van Antwerpen in Antwerpen, ja, dus een proefproject geweest. Ja. En ik hoor dat wel ook in mijn omgeving. Ik heb tante die overleden is aan darmkanker. Mijn schoonzus heeft het test laten doen en bleek toch een polypte die nog niet kwaadaardig was. Zo in mijn milieu denk ik dat daar een draagvlak voor groeit. Ja, maar ik ben absoluut. Zoals altijd een beetje bevreesd voor de mensen die het misschien het meest bijvoorbeeld met het proefonderzoek in Antwerpen. Ja, 1 op de 4 mensen is daarvoor komen opdagen, om zo te zeggen. Als we straks bijna 2 miljoen testen gaan uitsturen, dat is een grote kost ook uiteindelijk. Moeten we er dan niet voor zorgen dat er meer zijn? Ik denk dat je daar moet voor zorgen en ik denk dat je dat alleen maar kan als je andere kanalen gebruikt dan de traditionele kanalen van folderjes uitdelen in een apotheek of folderjes uitdelen via het verenigingsleven, reclame maken via de gewone media. Ik denk dat je dan moet bijvoorbeeld contact moet nemen met verenigingen van armen. Zo, ik heb de verenigingen van armen het woord nemen en dat je daar ter plaatse, zo moet ik gaan vertellen, in de taal dat die mensen begrijpen over wat het gaat. Ja. Ik denk ook de allochtone bevolking, dat een enorme uitdaging is om die te bereiken. Mijn ervaring is dat je allochtone mensen bereikt via moskeeverenigingen. Dat is een beetje zoals de parochiehuizen vroeger bij ons, ja, moskeeverenigingen. Als je via moskeeverenigingen kan informatie geven, dan zal dat wel lukken, maar dat is een enorme uitdaging hoor. Ja, het is echt iedere doelgroep apart. Ja. Op hun manier gaan aanpakken en benaderen. Gaan aanpakken. Ja. En ik ben zelf in mijn vorig leven nog minister van Volksgezondheid geweest. Ik heb dus heel de borstkankerscreening opgestart. En het is enorm moeilijk om precies die doelgroep te bereiken. Ja. Van kansarmen. Ik heb hetzelfde ervaren als het gaat over gezonde voeding en gezond en bewegen. Ja, wie zit er te joggen in het park? Dat zijn de middenklasse mensen. En wie blijft er zwaar overgewicht houden? Ik een beetje. Hè. Maar ook heel veel kansarme mensen die het belang niet inzien. Dus de uitdaging is van hoe ga je doelgroepsgewijs communiceren voor die screening. Ja. Een heel interessante visie op dat bevolkingsonderzoek en op de benadering daarvan. En bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Okay.